Maar sowieso, 2 jaar geleden ben ik zo fucking vaak omgevallen. Vorig jaar ben ik ook een aantal keer omgevallen. Of bijna omgevallen. Tijdens American Truck Simulator ben ik echt over elkaar tegenaan geknald. En voor mij heb ik toen ook een keertje bijna omgelegen. Dus ik vind het knap dat ik dat dit jaar nog niet heb meegemaakt. Dat ik deze december het gewoon nog niet heb meegemaakt. Maar ik ben er wel blij mee. Kom op, het team van me nog even 9000 verdienen. Die 100.000 inleveren is duur. Hallo, ik moet dus nog die 100.000 gaan gebruiken, denk ik. Het maakt niet uit hoe je het went verkeerd. Als het 120.000 kost en ik haal daarna geen 5.000 in de tijd die daarna komt, dan rip. Dan gaat de bank lopen zeuren, dus ik heb eigenlijk iets van, doe ik het toch maar liever zo. Daar heb ik maar net iets meer, maar dan zorg ik er ook voor dat ik gewoon genoeg geld heb om actueel hun gezeur niet te hoeven meemaken. Nou, je mag er met 80. Oké, my best. Zo, maar ik ga nu wel echt zoveel sneller kan ik optrekken. Ik ben echt blij mee. Het scheelt mij toch weer zoveel tijd dat ik tussen die twee steden ga. Goed, ik ben zo meteen bij Aberdeen en dat betekent dus dat dan de volledige sessie is afgerond. En dan ga ik daarna kijken hoeveel afleveringen, wat en hoe. En dan ga ik daarna kijken naar de volgende sessie en dat is morgen. En dan zal ik dan ook wel zien hoeveel afleveringen dat zou moeten worden. Dus dat zal ik zien als ik vandaag alles heb gerenderd. Of zo meteen, of morgenochtend alles heb gerenderd. Gewoon voordat de volgende recording is, moet alles gerenderd zijn. En een beetje zoals gewoonlijk. Services dingen weer, holy shit. Kijken. Trouwens, op het moment dat we de tijd van januari ingaan, kunnen ze wel weer een half uur per aflevering worden. Als ik dan een sessie van tussen een job van 3 uur in echte tijd doe, dan kan het zomaar eens gewoon 6 afleveringen zijn in plaats van 12. Maar die gaat gewoon weer gesplit worden in ongeveer 30 minuten per aflevering. Iemand heeft iets van 3000 verdiend voor het bedrijf, holy shit. Ik zeg net de naam niet. Recording loopt ook nog, dat is mooi. En ik heb al, trouwens, ik heb al meer dan de helft van mijn ritje gehad. Van naar Aberdeen toe. Vanaf waar ik net was, daar ben ik echt super blij mee. Hoe sneller dit geregeld is. Hoe sneller de kamer, hoe sneller ik kan beginnen met renderen, hoe sneller alles geregeld is.
150 XP voor 100 km freeroll. Nice, thank you. 50 XP accepteer ik graag. Hoeveel XP moet ik nog voor mijn opdracht? Kijk, 50 XP is niks. In vergelijking met wat ik allemaal nodig heb. Nou, nog 1 uur de tijd. Holy shit. Dit komt helemaal goed. En als het raad allemaal geregeld is, ga ik beginnen met het spel te streamen en met recordings. Streams en recordings zorgen er trouwens voor dat... Dat wat hele dingetjes aan veranderen. Dat betekent gewoon, streams die gaan gewoon niet op dit kanaal terechtkomen. Het zijn echt alleen de recordings. En streams zullen ook meer... streams zullen voornamelijk gedaan worden met van die gehuurde wagens. Gewoon om die recordings in de weg te zetten. Want ik pak toch voor de recordings voornamelijk de stad waar ik op dat moment ook gebleven ben. Dus zodra ik klaar met het lange ritje van zometeen, of van de volgende sessie, dan gaat waarschijnlijk vanaf januari, vanaf dat daar alles geüpload gaat worden, als gewone afleveringen weer, als gewoon letterlijk weer 1 keer per week een aflevering. Het zal waarschijnlijk op zo'n manier gebeuren dat ik, hoe heet het nou? Dat ik gewoon de stad waar ik terecht kom, na die grote opdracht, dat ik daar weer begin voor januari. Maar dat zie ik allemaal dan nog wel. Dat betekent alleen maar dat ik weer 4 afleveringen nodig heb voor... januari, maar dat komt allemaal goed. Nou, ik denk ook wel dat ik, als ik een stream ga doen, dat ik dan begin direct op een stad. En dat ik dan ook alvast de missie heb geaccepteerd en ik dan de stream aanzet en dat daarna alles gewoon zo staat. Maar ik ben er binnen 10 minuten in game tijd, dus... Een tijd om even heel snel iets te ontdekken. Aberdeen. Woe, ik ben er. Bochten, oh shit. Bochtengewijs. Ik moet zo meteen 1 keertje naar rechts en dat zal.
Scania zit hier actueel. Iets wat ik dan nog als regel is dit. En die. €180 kost het zelfs. Goed, ik heb nu de gender naar beneden. Recruitment agency. Oh, en deze heeft direct 3 plaatsen, dus ik ga wel alvast de drivers hiren. Wacht, wat stond er net? Oké, 1500 voor each driver you hire. Dit moet je ook altijd opletten, gewoon het aantal kilometers en stuff. Maar ik doe het allemaal niet. Goed, ik heb nog 3 trucks nodig en dan is alles klaar. Maar dat doe ik allemaal later. Bro, ik heb hier wat ik nodig heb. Nu het even wat je had verdiend, mooi zo. Volgende keer gaat hier een extreem grote ritus plaatsvinden. Die rit gaat best wel handig zijn om te doen. Want ik ga langs, ik ga zoveel, zo lang gaat die rit worden. Het gaat zo'n extreem lange rit worden dat ik gewoon geen idee heb hoe lang die gaat zijn. In ieder geval, mijn gozertje gaat nog even repareren, pitten. En dan de volgende sessie, de laatste sessie van deze december. En waarschijnlijk een extreem lange sessie om te rijden. Ik zal zo meteen alvast eventjes, en dat is iets wat ik... Ik ga het ook nog wel eventjes... Pitten. Kijk wat we eigenlijk hebben allemaal voor vandaag. Ah, niet zoveel. Melmo is degene waar je het meeste van gaat krijgen. En dat is een... Ah, shite. Nou, Melmo is actueel gewoon dus hetgeen waar je het meeste voor krijgt. Dat is echt weinig. In ieder geval, ik zal even kijken bij de quick jobs. Ja, oké. Dit is het toch mijn beste bed. Dus de 47 tegen.
Dichter. Eigenlijk is dit mijn beste bed. Maar ik ga het gewoon de volgende keer op Freight Markets. Ik hou het gewoon op. Kijk, dit zijn nou van die jobs die ik wil. Maar ik hou het gewoon de volgende keer op deze. En dan ga ik vanaf Malmö verder. En alles en iedereen. In ieder geval, dat was het dan bij deze keer. Gewoon tot de volgende keer.